Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon video. En vandaag gaan we kijken hoe we de Legendary Birds moeten gaan vangen. De nieuwe Moltres, de nieuwe Articuno, de nieuwe Zapdos. En daarvoor moeten we naar die grote boom daar achterin. Ja, het ziet er mooi uit. Het is een mooi boompje. Ik heb nog nooit zo'n mooi boompje gezien in mijn leven. Dit is het allermooiste boompje wat ik ooit heb gezien in mijn leven. En deze Nidoran, die zie je nooit in het gras lopen. Maak hem maar even kapot, Terrakion. Zo, hoppakee, wegwezen. Want wij zijn dus op weg naar legendarische vogels. Nou, eens even kijken hoe ik daar moet komen bij die boom. Ik denk dat ik deze kant op moet, want hij ligt hier aan mijn rechterhand. Dus nou hoop ik dat ik hier tussendoor kan. Ja, kijk, we komen al dichter bij het boompie, jongen. Dit is een prachtig boompie, dit. Allemachtig, wat prachtig. Sudowoodo zou er jaloers op zijn op dit boompie. Oké, we zijn er aangekomen. Nou, het is hier in ieder geval ook lekker weer, dus dat is helemaal mooi. Eens even kijken. Volgens mij moet ik... Ja, waar moet ik eigenlijk naartoe? Ah, daar. Kijk, daar in de verte. Eigenlijk moet ik hier naar beneden. Via deze kant. En dan hier naartoe. En dan kunnen we hier naar dit prachtige boompie. Kom je mee, Terrakion? Let's go! Wat zijn dat voor vruchten? Het zijn geen appels, zo te zien. Oeh. Ja hoor. Ja. Nou ja, nee. Ik weet niet. Ja, of zijn het wel appels? Het zijn appels gekruist met meloen en perzik. Geen idee hoe dat smaakt, maar daar is Moltres. Oh, de Moltres is zo'n baas. Galarian Moltres is zo ontzettend vet. Zag hem vliegen, jongen. Kom je nou gewoon gelijk hier naartoe? Oh, wow, daar is Zapdos. Holy crap, ze gaan battelen met elkaar. Wow, dit is super vet. Dit is zo cool gedaan. Kijk, ze battelen. Zapdos versus Moltres. Ja, waar is Articuno dan? Ja, daar is Articuno. Ah, oh, snap. Dit is zo'n vette cutscene. Oh, mijn telefoon gaat. Oh, nee, nee. Pas op, vriend. Pas op. Nu hebben ze het alle drie op jou gemunt. Of, nee, of gaan ze weg? Zijn ze nu klaar? Ja, volgens mij gaan ze weg. Kijk, Zapdos die rent ook keihard weg. En Articuno die vliegt naar boven, naar die... berg daar, zo in die kapotte boom, die oude boom. Oh man, dit was een van de tofste cutscenes uit Pokémon ooit, jongen. Dit was zo vet. Maar gast, Pioni, zit je me nou gewoon te bellen? Lekkere timing, vriend. Hij wil over iets praten met mij. Er is breaking news op de televisie. Ja, de bird Pokémon die verschijnen links en rechts. Duh, ik heb ze net gezien, man. Er is er een met stekelachtige veren in de wild area. En een andere die kijkt uit op de Isle of Armor. En die hele mooie elegante, die vliegt rond in de Crown Tundra. Oeh, wat vet. Nou, Pioni weet niet meer waarom hij mij in de eerste instantie heeft gebeld. Dat is hij vergeten. Maar daarvoor heb je me wel afgeleid. Lekker bezig, Henkie. Er is er dus eentje in de originele Wild Area. De andere is op de Isle of Armor. En de derde is hier in de Crown Tundra. Nou, en sinds we in de Crown Tundra zijn, laten we daar als eerst naar op zoek gaan. En ik denk dus dat we naar die boom daar moeten. Daar in de verte. Dus dan moeten we eigenlijk weer helemaal terug. Ah, dit is zo vet. Ik hou van deze legendary vogels, jongen. Ik vind ze zo cool. Even kijken hoor. Ik moet mijn oog houden op die berg. Je ziet hem hier nog boven in beeld. Die boom. Dus ik denk dat we deze kant op moeten. En dan gaan we hier naartoe. Dan denk ik dus dat we hier naar boven moeten. Ja? We gaan de sneeuw weer in. Ja, we moeten zeker hier naartoe. We komen dichter en dichterbij. Snowslide Slope zijn we nu. Drudigon. Wat een baas. En dan moeten we straks denk ik ergens naar rechts. Ja, kijk, hier zijn de bomen ook al kapot of oud. Of in ieder geval, ja, het is hier denk ik te koud voor de bomen om te bloeien. En ik heb echt zo'n vermoeden dat ik dus deze grotten door moet. Want die kant kan ik niet op, zo te zien. Daar is volgens mij niks. Dus we moeten verder naar boven en de grot in. The tunnel to the top. Ja, dat klinkt goed inderdaad. Dat klinkt precies als de plek waar we moeten zijn. Oh, ja. Volgens mij zijn we nu echt naar de goede plek aan het gaan, jongens. We zien hier nog een Frostlass. Even deze Pokéball meenemen. Een Moonstone. En nog een Moonstone ligt hier blijkbaar. hier denk ik nog verder naar boven. Ja, kijk, er zijn ook allemaal Clefairies hier. Vandaar dat er Moonstones zijn. Oh ja hoor, we zijn er bijna. The path to the peak. Ik ga weer gewoon lopen, want dat vind ik vetter als we daaraan komen. Of wacht even. Is dit het wel? Dit is het niet volgens mij, want dit is de plek waar we Calyrex hebben gevonden. Is er nog een andere afslag misschien? Even kijken hoor. Nee, kijk, hier is het niet, want dit is de Crown Shrine. Ik loop hier maar even naar binnen, maar volgens mij... Nee, hier gebeurt niks voor de rest. Ik heb wel het gevoel dat we hier in de buurt moeten zijn. Ja, kijk, daar vliegt hij, daar vliegt hij. Nu in het midden van het scherm, daar is hij, daar is hij. Yo, Articuno, kom eens. Kom. Yo, kom chillen.
Oh, wow, 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 wow. Oké, wat doet hij? Ja, welke is nu de echte? Ik heb geen idee. Moet ik nu kiezen welke de echte is? Hallo? Nou, laten we hopen dat dit de echte is. Nee, het is niet de echte. Oh, wow, het is wel de echte. Nee. Ja, het is wel de echte. Hij kon me gelijk even aanvallen, joh. Blijkbaar heb ik de goede gekozen. Het is wel een beetje balen dat het hier hagelt. Ik ga denk ik maar gewoon Giga Drain doen. Want ik ben anders heel bang dat ik hem sloop. Hij is een Psychic type en een Flying type. Dus met Ghost type attacks ga ik hem denk ik best wel slopen. Dit is helemaal prima. Zijn Psychic attacks die zijn not very effective op mij. Dit is wel heel balen. Want omdat het hier dus... hagelt... gaat Articuno zelf ook langzaam dood. Want hij is geen ijstype meer. Dus dit is niet handig. Ik denk dat ik maar gewoon Ultra Balls moet gaan gooien. En hopen dat ik hem vang. Dusk Balls zijn waarschijnlijk nog beter. Maar ja, die heb ik helaas niet bij me. Dit is niet de goede plek om Articuno te vangen, jongens. Ik ga hem sowieso weer kapot maken, denk ik. Ah! Nou, hij raakt me in ieder geval niet heel erg. Dat is chill. maar hij gaat wel langzaam aan dood. Kom op, blijf! Ja... in de pokebal. Waarom moet het dan nu precies weer hagelen hier, jongens? Nog een keer. Let's go. Oh, oh. Oh, wacht even. Oh, nee. So close. Dit was gewoon bijna. Het zou zo fijn zijn als we niet zoveel moeite hoeven te doen voor zo'n legendary pokeball. Maar ja, jammer dit. Oké, misschien hebben we nog een kans. Weer twee tikkies? Ah. Eindelijk raakt hij mij een keer met Hurricane trouwens. Hij heeft me volgens mij echt 3 keer gemist met Hurricane. Hij doet nu Freezing Glare. Ik was al bijna dood, maar nu ben ik helemaal dood met Calyrex. Oeh, ik ga mijn volgende Pokémon gebruiken. En ik ga Gengar gebruiken. En dan hoop ik dat Gengar hem kan laten slapen. Kijken of die tactiek weer werkt, jongens. Of dat ik gewoon in 1 keer dood ga nu. Ja, ik ga dus in 1 keer dood. Oké, Articuno, je wil het zo doen. Oké, ik denk dat we nog 2 kansen hebben om hem te vangen... En ik denk dat we nu nog 1 kans hebben om hem te vangen. Door de freaking hagel. Dus ja, jongens, dat is een tip. Vang hem niet in een gebied waar hagel is, oké? Okay? want dat gaat niet werken. Oké, dit is de laatste poging, denk ik. Ah, kom op. Kom op. Kom op. 1 en 2 en... Nou... Nee, helaas, helaas, helaas. We moeten dit opnieuw gaan doen. Eens even kijken of we hem uit dit gebied kunnen krijgen. Want ja, dit werkt gewoon niet. Doei. Mazzel. Oké, ik kan hem nu even niet meer vinden. Volgens mij is hij ergens anders naartoe gevlogen. Ja, nou lijkt het me logisch dat hij dan toch misschien hier naartoe is gevlogen, maar... Ja. Oh, kijk, ja, hij zit daar. Hij zit daar in de verte nu. Boven deze tempel is hij nu. Nou, had ik net toevallig de goede gekozen. Maar dat was meer toeval, want ik zag totaal niet wat hij deed. Want hij wordt nu waarschijnlijk weer... Ja, zie je? Hij doet weer iets, maar ik weet niet hoe ik nou kan zien welke nou de goede is, hoor. Misschien als ik dichterbij kom, dat ik dan kan zien welke de echte is. Zie iets aan de ogen? Nee, ik zie niks aan de ogen. Kan je het dan aan de staart zien of zo? Ik zie helemaal geen verschillen aan de staart, jongens. Ik ga gewoon deze pakken. Hallo, ben jij de goede toevallig? Nee, oké, okay, jij bent niet de goeie. Oké, okay, game opnieuw opgestart. Nog een keer proberen. We gaan nu voor deze. Ja, nee, weer niet. Ah. Oh, je kan het... Ja, je kon het dus in het begin zien volgens mij, omdat bij eentje de staart beweegt. Maar ja, dan kan je toch nooit zien in de, welke dat nu is. Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Ik heb nu wel de goeie. Ja, hè. En het hagelt niet, dus dat is mooi. Ik vond het even spannend of we nou de juiste hadden. Oké, ik ga 1 keer Psychic doen, want die is toch not very effective. Ik denk dat die wel sterker is dan Giga Drain. Kijk, ja, inderdaad, die is sterker dan Giga Drain. Hij doet nu een Psycho Cut aanval. Die is oké. Dan ga ik nog een keer Psychic doen. En dan ga ik hierna een keer Giga Drain doen. Juist, oké. Hij doet nog een keer Psycho Cut, die not very effective is. Helemaal top. En dan doen we nu Giga Drain, om het klein beetje HP nog eraf te krijgen, zodat we hem kunnen gaan proberen te vangen. Hij is in het rood. Het is niet optimaal op deze manier. Hij is niet ver in het rood. Maar oké, let's go. Hij doet Freezing Glare. Sick. Het ziet er wel mooi uit, hoor, deze Articuno. Het is echt
wel weer een hele vette Pokémon, jongens. Ze hebben goed hun best gedaan. De Pokémon designers voor Galar. Ik vind er een aantal hele toffe Pokémon tussen zitten. En sowieso deze Legendary Birds, die vind ik allemaal echt heel cool. Maar Moltres blijft toch wel mijn favoriet, hoor. Nou, we gaan proberen om het te vangen. Ik ben benieuwd hoe lang dit duurt. In ieder geval doen zijn meeste aanvallen mij niet zo heel veel pijn. Behalve Hurricane, die doet mij wel pijn. Maar ik kan gelukkig mijn tijd nemen met Calyrex weer natuurlijk. Om hem te vangen. Ik heb in totaal 60 Ultra Balls meegenomen. Ja, dat moet toch wel genoeg zijn om hem te kunnen vangen, jongens. Zonder Master Ball. Dit moet toch wel een keertje gaan lukken. Gaat het nu lukken? Nee! Is dit hem dan? Is dit hem dan? Is dit hem dan? Ja, dit is hem dan. Bal nummer 34, denk ik. We hebben hem eindelijk, jongens. Articuno. Galarian Articuno. Daar is die. En het is toch wel een prachtbeest, hoor. Een Psychic en Flying type. De Galarian vorm. En deze Pokémon, die vuurt stralen. En daarmee lijkt het alsof hij zijn tegenstanders bevriest. Maar dat is niet zo. Nee, ze zijn gewoon een soort van geschokt. Ja, dat is een goede referentie naar de ijsvariant van Articuno. Tof! Ja, die gaan we natuurlijk in onze party doen. Wat een baas. We hebben Articuno gevangen. Een van de legendarische bird Pokémon van de aanwijzingen. Ja, en dan zal ik wel weer gebeld worden inderdaad door Pione. En die vraagt, hoe gaat het? Nou, we hebben Articuno gevangen. Ja, dat is super amazing. Nu moeten we de andere bird Pokémon gaan vinden. Helemaal top. Maar eerst wil ik Articuno even achter me aan laten vliegen. Kijk dan. Kijk hoe elegant. Hij is zweeft. Oh nee, hij komt toch vliegen. Ik dacht even dat hij gewoon alleen zweefde. Wow, zo vet. Zo vet. Deze Pokémon is echt cool. Kijk die ogen ook, jongen. Die ogen die zijn super mysterieus. Echt met recht een hele vette psychic variant van deze Pokémon. En we kunnen hem hier nog even een stukje laten vliegen. Holy crap. Kijk die vleugels. Wat tof. Ja, ik vind Moltres denk ik het vetste. Maar deze mag er ook zijn, hoor. Deze mag er echt zijn. Die is zo cool. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog voor Articuno. Vergeet niet te abonneren als je elke dag vette Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien game, volg me op twitch.tv/Rickertune. Zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!